Hoi, ik ben Jos Rutte. Ik heb 363 wedstrijden voor VVV mogen spelen. Het bereiken van de finale zou een groot uitzicht geven op Europees voetbal. We beseften als klein clubje dat dat natuurlijk een unieke kans was om dit te bewerkstelligen. In de spelersgroep waren we enorm gebrand. We waren wel ontspannen in de groep, maar enorm gebrand op een goed resultaat. Vooral bezig de laatste dagen natuurlijk met niet geblesseerd raken, vooral fit blijven. Kort en scherp trainen. De reacties van het publiek, als je gewoon tijdens de wedstrijd beluistert hoe dat het Venlo's publiek massaal aanwezig tekeer gaat met AVVVV, ja, ik krijg er nog kippenval van als ik daar aan terugdenk. Ik heb straks nog eens even een foto teruggekeken en ik heb één foto waarin ik op het veld zit na de wedstrijd teleurgesteld. Nou, zo heb ik nooit gezeten. Nou, dat karakteriseert denk ik wel hoe in onze totale groep die wedstrijd is beleefd. Er werd gestreden welke meter. Roda had wat aanpassingen aan ons gedaan. Bijvoorbeeld Shane Hans op Stan Valks gezet. Wij hadden ons normaal voorbereid, redelijk ontspannen. Tijdens de wedstrijd aanvankelijk wij een goede kans. Guy François ging een beetje over en weer, waarbij het gevoel had dat wij toch al bovenliggend waren. Scheidsrechter Thomas gaf een penalty die Remy feilloos benutte. In de tweede helft ging het heel lang goed. In de 75e minuut, weet ik nog goed, werd bij Roda Michel Broeders gewisseld voor Raymond Smeets. Die eigenlijk niet aan een basisplaats toekwam, maar wel uiteindelijk voor Roda de man van de wedstrijd werd. Want na gemiste kansen van ons, benutte hij een kans en opkwamen ze op 2-1. Ja, en dat ze in de slotseconde dan nog 3-1 maken, dat is dan voor de statistieken. Maar dat was eigenlijk het breekpunt in de wedstrijd, terwijl wij eigenlijk nog in de reguliere tijd de mogelijkheid hadden om een 2 in te komen. Ik kan het moment nog zo goed herinneren. Stan die schoot op goal. Die bal werd aangeraakt door een speler van Roda. Kwam tegen de paal. Kwam terug van de paal. En Bert Verhagen, echt een beest in de wedstrijd. Fantastische verdediger. Die vloog naar die bal toe. Maar net iets minder intensief als hij normaal zou doen. Denk ik bang om een overtreding te maken. Ja, slaagde er op centimeters niet in om die bal over de lijn te krijgen. Maar ons waren we zeker doorgegaan naar de finale. Nou, op dat moment blijft die bal op de lijn liggen en geen doelpunt. En in de verlenging gaan we dan uiteindelijk onderuit. Ik heb de indruk dat dit een redelijk ontspannen groep is, net zoals wij destijds hadden. Ze staan er voor elkaar en gaan voor elkaar. En dat is natuurlijk een solide basis om ook zo'n bekerwedstrijd te kunnen aangaan. Als je 1-1 de kwaliteit gaat bezien van Vitesse en VVV, dan heeft Vitesse waarschijnlijk meer individuele kwaliteit. Maar ik denk dat de teamspirit van VVV, dat hebben ze laten zien in de 4-1 thuisoverwinning tegen Vitesse, zeker kansen biedt. De teamspirit biedt kansen. Een bekerwedstrijd is altijd anders dan een andere wedstrijd. En ik denk dat het ook wel positief is dat VVV 2 keer tegen Vitesse speelt in een korte periode. Waardoor meestal is het dan toch wel dat je 1 keer een resultaat kunt halen. Die kans is in ieder geval aanzienlijk. Laten we hopen dat dat net in die beker is.